Uh, waar u misschien wel wat over kan zeggen, uh, Tanja... het verhoogd uh, btw-tarief voor kranten is natuurlijk in aantocht. Ja, de PVV, VVD, BBB en NSC hebben het plan... om digitale en gedrukte media van 9 naar 21 procent te gaan verhogen. En door de voorgenomen maatregel zal in Nederland... het hoogste btw-tarief van heel Europa gaan gelden voor nieuwsmedia. Veel mensen maken zich zorgen over welke gevolgen dit gaat hebben. Gisteren trapten wij af onze speciale Europese verkiezing... En hadden wij de partijleiders Laurens Dassen van Volt, Christoffer van de SGP en Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren te gast? En die laatstgenoemde die mocht namens dit trio een vraag stellen. Dat was eigenlijk de bedoeling aan Caroline van der Plas. Maar we hebben een waardige vervanger, mevrouw Mona Keijzer. Dus let u even goed op. Als je zo'n warm hart hebt voor de regio, waarom verhoog je dan de BTW op kunst, cultuur, maar vooral ook de kranten met 21%? Want daar zullen juist de regionale kranten als eerste van te lijden hebben. Mensen kunnen het regionale nieuws niet meer volgen omdat ze geen geld hebben om dat abonnement te betalen. Dus wij vinden dit ook voor de regio een heel slecht idee en we begrijpen er eigenlijk helemaal niks van. Ze begrijpen er niks van. Ja. Kunt u het uitleggen? Ja, zeker kan ik het uitleggen. Um, in het uh, hoofdlijnenakkoord zit heel veel lastenverlichting voor mensen. Dus dat mensen meer geld te besteden hebben en dat ze dan zelf kunnen bepalen waar ze het aan besteden. Nou, hoe betaal je dat? Door ook een aantal bezuinigingen. En dit is er eentje van. Betekent dat dan dat mensen geen nieuws meer tot zich kunnen nemen? Nee, absoluut niet. Heel veel nieuws Wordt komt... Wordt wel duurder. Heel veel nieuws uh, komt tot ons via regionale televisie. Waar ook heel veel overheidsgeld uh, in zit. Er zijn heel veel uh, huis-aan-huisbladen. Uh, uh, als je in de grote stad uh, woont, weet je dat niet. Maar buiten de grote steden heb je heel veel huis-aan-huisbladen. waar mensen uh, hun nieuws uithalen. Uh, um, en daarnaast is het zo dat. Ja, maar dit zeker kan toch voor... juist voor lokale en regionale media. kan dat toch de doodstek zijn? Nee, want omdat heel veel uh, media uh, ook op een andere manier naar mensen toekomt um, en daarnaast geldt zeker voor mensen met uh, kleine portemonnees waar dit. Uh, geld is wat ze misschien niet op kunnen brengen. Geld dat uh, bibliotheken blijven gewoon uh, in stand. En uh, zeker voor minima hebben gemeentes vaak extra mogelijkheden om cultuur en nieuws tot je te nemen. Ja, maar goed, u zegt het nieuws komt op andere manieren tot ze. Maar dat nieuws moet wel gemaakt worden door, door journalisten die uh, daar ja, hard voor moeten werken en daar ook betaald voor krijgen natuurlijk. Ja, klopt. Dat lijkt me logisch. Maar de gedachte dat het alleen uh, via een betaald krantenabonnement bij mensen komt, dat is gewoon niet waar. Het komt op veel andere manieren tot mensen. En voor mensen met een kleine portemonnee, want daar ging de vraag uh, over, die kunnen hun nieuws op een andere manier krijgen. Hadden we het liever niet gedaan, zeker. Maar ja, je moet in het totale pakket moet je, uh, keuzes maken. En dit is er één van.